één hele dag zonder upload, jongens. Joh, wat is het lang geleden dat ik hier heb gezeten? Want ik was een uur weg, ik was in Parijs, zoals veel van jullie waarschijnlijk al weten. Maar wist je dat niet? Dan moet je even volgen op Instagram, want daar zie je dus dat, ja, als we denk ik niet thuis ben en zo, ja, doen. En dan kan je me ook volgen voor allemaal andere dingen. Maar ja, ey, maar niet uit, wil ik gewoon even zeggen voordat ik deze video begon. Want vandaag zijn we terug met een gloednieuwe transfervideo. En gaan we alle nieuwste transfergeruchten bespreken in deze transferwereld. En aangezien ik één hele dag niet hier was, zijn er zoveel geruchten. En kunnen we vandaag een video volstoppen met de meest krankzinnige en gekse geruchten die er momenteel rondspelen. Zo is er voor die zoals Sergio Ramos, Virgil van Dijk, heel veel verschillende dingen. Laten we snel beginnen met de video. Hopelijk heb jij er zin in. Vanavond zijn we ook al live. Je kan het event alvast checken in het i'tje in beeld en in de link in de beschrijving. En laten we dan maar gewoon snel beginnen. Daarnaast is deze week ook weer een giveaway, maar we hebben de 87.500 abonnees bijna gehaald. En dan zullen we een giveaway doen. Dus ook die komt volgende week eraan. Enorm veel nieuws, enorm veel nieuwe dingen en steeds dichter bij die 100.000 abonnees. We gaan snel beginnen, zoals ik dat nu al 10 keer heb verteld. We beginnen met Valbuena. Valbuena, momenteel speelde hij bij Fenerbahce en hij is 100% rond met Olympiakos. Ja, Valbuena was ooit een prima voetballer in zijn tijden bij Marseille en bij Olympique Lyon en in Rusland heeft hij ook gevoetbald. Maar ja, bij Fenerbahce was hij al niet meer zo heel goed. Dat was gewoon, ja, gewoon een prima voetballer, weet je wel. Speelde 22 wedstrijden, 7 assists, 3 goals. Niet zo goed eigenlijk. Speelde ook in Europa League 4 wedstrijden. En Fener is gewoon heel slecht dit seizoen. En ik denk dat zijn carrière gewoon gaat afsluiten in Griekenland bij Olympiakos. Wat toch wel meerdere spelers doen. We zagen dat Yaya Touré ook al doen. Best wel gek eigenlijk. Weet je, wat is er nou bij Olympiakos? Je ziet heel veel mensen naar China gaan. Je ziet heel veel mensen naar het Midden-Oosten gaan. Naar Qatar en dat soort landen. Maar je ziet ook heel veel mensen naar Amerika gaan. Griekenland daarentegen niet veel. Maar toch, Valbuena gaat waarschijnlijk zijn carrière wel afsluiten in Griekenland. En heeft een mooie carrière gehad met 52 interlands. Ik vind Edinson Cavani misschien oprecht wel de meest onderschatte spits van deze wereld. Momenteel. Kijk, hij speelt natuurlijk bij Paris Saint-Germain. En dat is een enorm goede club. Maar bij Paris Saint-Germain heb je in aanval Neymar en Mbappé. Twee van de werelds beste aanvallers. En daardoor valt Cavani een beetje weg. Daardoor denken niet heel veel mensen aan Cavani. En ja, weet je, hij wordt gewoon onderschat. Ja, hij wordt gewoon echt onderschat. En ik zweer, dat komt echt alleen maar omdat Neymar en Mbappé voor hem staan. Als hij naar een club toe gaat waar hij eerste spits kan zijn, dan is daar geen probleem meer. Dan zal hij gewoon de spits zijn van een bepaalde club. Nou ja, als hij in ieder geval de beste aanvaller is. En Manchester United heeft opnieuw interesse in een aanvaller. En ja, ik snap het niet zo goed wat de visie van United nou gaat zijn volgend seizoen. Ik denk dat dat eerst echt duidelijk moet zijn. Want als ze nou wel zo'n Cavani kopen, ja, wat gaat er dan voorin gebeuren? Want je hebt momenteel ook nog eens Lukaku. En je hebt ook heel veel andere aanvallers, zoals Rashford, Martial, Sanchez momenteel zelfs nog. Dus ze moeten eerst een beetje gaan opschonen en daarna een paar spelers halen. Maar de interesse in Cavani zal best wel oprecht kunnen zijn. Want een transfer van Cavani in deze zomer lijkt ook totaal niet uit te sluiten. Omdat Cavani misschien wel moet voetballen. Weer een rampseizoen van Paris Saint-Germain in Europa. En ja, Cavani, hij speelt wel. Maar ja, moet hij niet weg? Wat vinden jullie ervan, jongens? Zet het in de comments hieronder. Ik vind namelijk wel dat hij weg moet. Falcao lijkt zijn laatste wedstrijd voor Monaco gespeeld te hebben. Dat lijkt bijna 100% zeker en hij gaat weg. Twee clubs zijn geïnteresseerd. Valencia en Atletico Madrid. Nou, Atletico Madrid lijkt een hele rommelige transferperiode tegemoet te gaan. Daar gaan we het dadelijk nog even meer over hebben. Maar ja, eerst Valencia. Waarom zou Valencia moeten halen? Ik bedoel, een versterking van de selectie is altijd wel handig. Maar ik denk dus dat Atletico Madrid de grootste kans hebben is. En daarom wil ik daar eigenlijk dieper op ingaan. Ten eerste, Atletico Madrid verliest Griezmann. Dus dat is gewoon een aanvaller die al weggaat. Ze verliezen Diego Costa en ook een aanvaller die weggaat. Morata is de enige aanvaller die Atletico Madrid heeft. Met andere woorden, moeten ze sowieso versterking halen. En ja, de 33 jaar oude Diego, Falcao is misschien wel al een hele oude en mindere voetballer. Maar hij heeft wel echt een heel goed niveau, een heel hoog niveau. En dat heeft hij ook al een keer laten zien eerder bij Atletico Madrid toen hij daar speelde in zijn periode tussen 2011 en 2013. Hij is waarschijnlijk transfervrij over te halen. Dus ik denk oprecht dat dit moet. Ik denk dat Falcao naar Atletico Madrid moet gaan en daar zijn carrière misschien wel moet gaan afsluiten de komende 2 jaar. En daar nog een beetje doelpunten kan prikken en mee kan spelen. Dat kan hij ook echt wel, denk ik. Falcao is een aanvaller van wereldniveau. En dat heeft hij vaak genoeg laten zien. Dus deze transfer zie ik echt als een kans die heel erg groot is wat gaat gebeuren deze zomer. Een hele mooie transfer. Een hele mooie overstap voor Falcao terug naar Madrid. En om nog maar eventjes over Atletico Madrid te blijven praten, heb ik al eerder besproken dat in de verdediging ook heel veel gaat gebeuren. De enige verdedigers die Atletico Madrid momenteel nog heeft zijn letterlijk Arias en Giménez. Want Godin is weg, Felipe Luis is weg en Juan Fran zijn allemaal weggegaan. Dus ja, er moeten nieuwe spelers komen. De eerste verdediger lijkt eigenlijk zo goed als zeker weten te komen. Namelijk Philippe. Kennen we misschien van de Team of the Season, Most Consistent. En natuurlijk gewoon van Porto. Ja, ik denk dat in Portugal ook heel veel spelers zullen vertrekken. Dit seizoen heel veel talenten zijn daar. En Philippe is een van die spelers, die is wel wat ouder, is niet meer een talent. Die waarschijnlijk weg zal gaan uit Portugal.
Porto zal hem kwijtraken en Atletico Madrid. En het is de eerste nieuwe basisverdediger naar mijn mening die Atletico Madrid zal halen voor het aankomende seizoen. Een prima speler, niks mis mee. En daarnaast nog een speler uit Portugal die eigenlijk al vaker gelinkt werd. Is niet echt in het transfernieuws momenteel. Met meer een soort van suggestie die ik zelf stel. Een transfer die waarschijnlijk best wel logisch is, die gemaakt zal worden over een paar weken. Ik denk oprecht, het is nu nog niet in het nieuws, maar dat deze transfer voor een paar weken in het nieuws zal zijn. Alex Telles. Hij zal ook een transfer maken naar Atletico Madrid. Beseft de verdediging dan met Alex Telles, met Philippe, het duo dat nu ook al heel veel samenspeelt. Daarnaast heb je dan nog altijd Giménez en die kan daar blijven staan. En hebben rechtsback momenteel Arias, maar dan kunnen ze ook nog een andere speler kopen. Met andere woorden heb je dan in ieder geval wel vier verdedigers achterin staan. En heb je in ieder geval wel weer een sterke linie achterin. Dus ik denk dat Telles ook een transfer zal gaan maken naar Atletico Madrid. Al is dat op dit moment nog niet in het nieuws ter sprake. We weten allemaal dat Bergwijn waarschijnlijk weg zal gaan naar het buitenland of naar Ajax, maar die kans is heel klein op het einde van dit seizoen, oftewel nu deze zomer. Maar als Bergwijn weggaat, dan wordt er heel veel gesproken dat Berghuis naar PSV gaat. Berghuis momenteel spelend bij Feyenoord en natuurlijk daar doet hij het prima, maar hij heeft dit seizoen al een akkefietje bij de selectie gehad. Toen leek het zo dat hij weg zou gaan. Van Bronckhorst had het hem buiten de selectie gezet. Ja, weet je, als PSV hem echt wil, dan denk ik ook wel dat deze transfer kan gebeuren. Kijk, PSV is momenteel toch echt wel een hoger niveau dan Feyenoord. Spelen waarschijnlijk Champions League, in ieder geval Champions League voorronde. En als Berghuis Champions League kan spelen, dan moet hij die overstap echt wel maken. Kan hij zijn carrière misschien een stapje omhoog laten gaan. En kan hij later van PSV misschien uit wel weer teruggaan naar een club in de Premier League of een andere grote competitie. Maar de interesse van PSV is totaal niet onlogisch. De enige voorwaarde die er wel in staat is dat Bergwijn eerst weg zou moeten gaan bij PSV. Maar ja, dat zal eigenlijk wel logischerwijs gebeuren. Napoli heeft de eerste versterking in de aanval al bijna binnen. Ilicic van Atalanta gaat daar waarschijnlijk weg. Atalanta een hele goede lichting met momenteel Zapata, Ilicic, Alejandro Gomez heeft hij niet. Nee, zo heet hij niet toch? Papo Gomez, maar niet uit. Hij gaat in ieder geval waarschijnlijk weg. Ilicic naar Napoli toe. Napoli kan ook echt wel versterkingen voorin gebruiken. Spelen al een aantal seizoenen natuurlijk voorin met Mertens, met Insigne, met Milik nu erbij. Maar ja, weet je, echt een topper zoals ze eerst Higuaín hadden, die hebben ze momenteel niet. En misschien kan Ilicic dat wel bewijzen volgend seizoen bij Napoli. En vandaar dat ze hem naar Napoli toe halen. Een goede transfer, als hij zijn niveau kan halen voorin bij Napoli, dan zou dat echt wel een hele goede overgang zijn. Interessant nieuws vanuit Lyon. Er is bekendgemaakt dat Fekir dit seizoen dan daadwerkelijk wel weg mag gaan. Vorig seizoen was er natuurlijk ook al een heel groot gerucht. Hij leek echt oprecht voor 99,9% zekerheid naar Liverpool te gaan. Maar op het laatste moment werd die transfer afgecanceld. Het was echt heel raar. Op Liverpool sites werd letterlijk deze transfer aangekondigd. In de database van de sites kon je dat zien. Maar uiteindelijk was het toch niet aangekondigd. Fekir bleef dan toch bij Olympique Lyon. En dit seizoen mag hij weg. En natuurlijk komen dan meteen wat de verhalen naar boven. Gaat Fekir dan dit seizoen wel naar Liverpool? Ik denk persoonlijk eigenlijk van niet. Maar toch, het gerucht is er weer. Het gerucht loopt er in volle gang. Maar ja, weet je wat het is? Liverpool doet het zo heel goed. Wat moeten ze met Fekir? Ja, ze kunnen hem wel gebruiken, denk ik. Maar is het echt nodig? Is het echt nodig als je al Henderson, Wijnaldum en al die andere middenvelders hebt momenteel bij Liverpool en een aanval al Sané, Mane en Salah hebt? Ik weet niet per se of Fekir in dat team past. Maar nog altijd zal Liverpool wel interesse gaan tonen deze zomer. En dan het meest mindblowing, interessante, onwaarschijnlijke transfergerucht van deze video is Sergio Ramos. Kijk, de afgelopen 2 dagen is er echt heel veel te doen over Sergio Ramos. En ik begin met het meest onwaarschijnlijke geval wat gaat gebeuren rondom Ramos. Hij zou zelf een transferverzoek ingediend hebben. Daarmee begint het. En vervolgens zou hij overgegaan zijn bij bestuur van Real Madrid. En zou hij gevraagd hebben of hij gratis weg kan gaan naar China. Omdat de clubs uit China volgens regels geen geld mogen betalen voor Sergio Ramos. Wat slaat het op? Dit gaat nooit gebeuren. En dan stond ook letterlijk in het artikel van ja, weet je, we snappen het wel. Want ja, Real Madrid wil hun aanvoerder niet gratis laten gaan. Ja, natuurlijk willen ze dat niet. Het is zo'n onzin dit gerucht. En de kans zet ik ook oprecht maar op 10% dat dit gebeurt. Want ik zie dit nooit van mijn leven gebeuren. Sergio Ramos met een transfer naar China. Maar, nog altijd, dat transferverzoek van Sergio Ramos, dat blijft in Madrid enorm groot nieuws. Er wordt heel veel over gesproken. Overal zie je artikelen momenteel over Sergio Ramos. Er wordt dus gesproken over een transfer. Een aantal clubs worden genoemd en eigenlijk gewoon de top van de Premier League wordt genoemd. En dan met name 2 ploegen. Chelsea en Manchester United. Chelsea wordt vooral genoemd in verband met een ruildeal met Eden Hazard. Zo zou Real Madrid Eden Hazard goedkoper kunnen krijgen en zou je naar Chelsea kunnen gaan. Dat is zeker weten gewoon een optie.
En daarnaast wordt Manchester United genoemd, omdat die natuurlijk gewoon op zoek zijn naar verdedigers. Maar ja, Sergio Ramos wordt enorm duur, is ook al wat ouder. Het zou zomaar kunnen. United wil natuurlijk al een Koulibaly hebben, maar die heeft een price tag van 150 miljoen pond gekregen, dus we gaan waarschijnlijk niet meer door. Misschien dat United dan hun zinnen gaat verzetten en naar Ramos gaat kijken. Dat zou zomaar wel kunnen. En tenslotte, ja, als dit gebeurt, dan moet Real Madrid natuurlijk op zoek naar een nieuwe verdediger. Virgil van Dijk is momenteel misschien wel de beste verdediger van de wereld. En ja, als je in ieder geval Ramos weg kwijtraakt, die ook een van de beste van de wereld momenteel is of was, dan moet je ook zo'n opvolger hebben volgens Real Madrid begrippen. Dus ja, Liv van Dijk zou in principe wel dan een logische opvolger zijn voor Ramos bij Real Madrid. Een transfer die een hele kleine kans heeft om te gebeuren. De eerste wat dan natuurlijk moet gebeuren is een transfer van Ramos weg bij Real. En als dat gebeurt, dan is er natuurlijk wel een klein kansje dat Virgil van Dijk die rol van Ramos op zal gaan vullen bij Real Madrid. Virgil van Dijk is natuurlijk ook een iets jongere voetballer. Het zou heel mooi zijn als hij vanaf volgend seizoen bij Real Madrid zou voetballen in Spanje. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft een aanzien zin in Liverpool. Hij doet het al hartstikke goed. Dus hoe groot is de kans dat hij vanaf volgend seizoen in Real Madrid zal spelen, in Madrid zal spelen? Ik denk heel, heel erg klein momenteel. Daarom zet ik deze kans op echt maar op 20%. Maar wel een interessant gerucht. De transfer van Ramos, die misschien wel gaat gebeuren naar de Premier League, is de kans wel iets groter. We gaan die transfer heel erg in de gaten houden. En ik zal jullie heel erg snel up-to-date houden met nieuwe transfervideo's. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb je een blauwdruppje omhoog gedaan op deze video. En ja, hopelijk zie ik je in de volgende video weer terug. En in de livestream van vanavond. Gegarandeerde Bundesliga packs openen. Jazeker wel. Ik zie je in de livestream van vanavond weer terug. En ik zeg tot de volgende keer. Joejoe.